Yes, het is weer paas in een dikke party met Ian Vluggen en natuurlijk een onweinig dikke paasbaas, Jezus Christus. Hier, daar hebben we. Hallo. Oh, en Jezus, dat was zo'n mooie gele. Hij nam te ver te veel gezopen, maar dan zei Jezus gewoon... Pak je als vanuit bod maakt, Christus. Kom eens even bij Christus. Ja, en Jezus, dat was echt zo'n kerel die deed dat gewoon. Zelfs hij de arm te ver, helemaal het licht door de ongezopen, maar zei Jezus gewoon de magische woorden... Pan hem! En dat ging het vaak wel weer. Woehoe. Oh, en iedereen was zo groots op Jezus. Nou, hij had natuurlijk weer één rotte appel ertussen zitten. Die moest weer aan de normers vertellen. God, om alle ploem en drek. Hij hoort wat die zoon van God aan het doen is. Ah, nee. Zoon van God. Als ik hem te pakken kreeg. Hier, als hij heeft hij neer. Als hij dat heeft. Ah, vieze dekhengst. Ja, en Judas, die smerige maat na, die stond er bij de deur te luisteren, hè. Die zegt, oh van de zak, man. Oh, wil ik Jezus maar vragen? Dat meen wel niks. Ik heb das, jongen. Ja, en Jezus was natuurlijk nog kachelpietendik van witte donderdag. Die lag nog lekker te tukken op een bult. En die keel kras zich kapot, hè. Het had in de keel zit. Maar goed, ja, die keel is maar goed met gewoon. Maar ja, maar moeina, kun je niks met. En Jezus, man, met dat kruis de berg op en sleep met al zijn keel. Had er zo last van een bokkel. Maar erger vond hij nog dat ze een heel groot bord met sukkel erop had neergezet. Maar ja, dat is ook gewoon kut. Hartse vlaats, daar gingen we. Spiekers door de hand, spiekers door de poort. Nou, gooit niet veel bedden vervuld. Oh. Jezus heeft zich in jaren niet zo slecht gevoeld. Hij dacht dat hij doorging. En dat ging niet ook. Oh, dat hele dood zijn gebeuren, dat was ook niet voor Jesse weggelegd. Hè. Twee dagen heeft het geduurd, toen had hij al de biezen gepakt. Twee vrolijk kwamen kieken, was al lang voor. Kels, moet je horen, Jezus is terugkom. Ah, gewoon. Hallo. Jezus. En hij kwam terug voor zijn kameraden. En hij zei... Kills de mot me iets van het hart. Het volk kwam bij mekanden en Jezus liet zijn hand zien en zei... Hier Kills, maar kijk, ik heb twee gaan in hand. Kijk, mooi de pil indrukken. Jezus was best trots. Le, je praat over 2000 jaar nog ouwe. Maar dat voor de rest een beetje overdreven.